Welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick van der Wijk en naast mij zit je altijd. Hoe is dat? En wij zijn geweest naar Avengers Infinity War. Een van de beste films die ik ooit gezien heb. Dat is niet waar. Een van de beste films die ik dit jaar gezien heb. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dit is de topper. Dit is echt kippenvel. Ja. Kippenvel. Eigenlijk, want we waren bang hoor. We waren heel bang van nou, dit gaat hem niet worden. Ja, alleen. Ze hebben natuurlijk in principe Star Wars al verkracht. Ja. Dus laat eerlijk zijn, dat kan ook gewoon met deze film. Hè? Ja, nou weet je, het is, tot nu toe hebben ze altijd kwaliteit gehouden. Zeker met de adventure movies. Ja, ja, ja. Alleen wat het gevaar was, er zijn nu heel veel personages die bij klopt, elkaar komen. Klopt, moet wel passen. Past dat, ja. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, het klopte. Ze hebben ook een beetje de B-acteurs zoals Bucky en dat soort dingen hebben ze ook al een beetje allemaal aan de zijkant geschoven. Ze hebben eigenlijk drie ze hebben zich gefocust op de harde kern, vind ik het, in de film. Op de hoofdrolspelers. Ja, maar het waren drie verschillende groepjes die... Zelfs Captain America had een niet zo grote rol in het geval. Klopt. Nee. Maar ja, die gaan ze ook afserveren. Ja, dat denk ik, heb het gevoel ook wel een beetje. Want hij wil geen films meer maken. Nee. Hij zag er slecht uit, vond ik. Ja. Met die baard en die ogen. Heel raar. Het was niet de jonge Captain America die kennen. Hij maar volgens mij is het ook in de verhaal, ook in de comics zo, dat hij op een gegeven moment ouder wordt en dat hij op een gegeven moment wegvalt. Ja, dat ouder wordt worden zeker, ja. Maar dan komt er niet meer dan, dat dacht ik. Maar wat een film, mensen. Ja. Wat een film. Dat is echt, ik vond wat is Thanos geweldig, zeg. Ja. Jezus, wat is top je geweldig. Acteur. Goed gehanteerd, maar... Ja, ik hoorde dat hij maar weinig op set was, dus zoveel acteur... Maar de voice acting was fantastisch. Nou, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. Dus ik vond het top. Dus, ja. En, wat ik heel belangrijk vond dat ik het net gepet over... Ja. De slechterik had ook goede bedoelingen. Goede bedoelingen, ja. Als je gewoon in zijn missie gelooft... Dan staat het een goede missie. Dan ja. Eigenlijk is zo. En alleen het doel heiligt alle middelen. Ja. Hij zegt gewoon van de helft van de volk moet dood. Ja. Dan weet ik allemaal of... Hij zegt, iedereen moet dood. Gewoon de helft moet dood, zodat anderen een beter leven hebben. Ja. En dat is, ja, dat is een stelling. En waar ik, ja, stelling. En ook, het is heel voor, dat is toch voor de aarde hetzelfde? Ja. Wij hebben hier ook een wereldoorlog gehad waar even wat, daar wordt opgeruimd als het ware, waardoor de rest dan weer even. En hij deed heel eerlijk is van, is random. Random, ja. Was het dus gewoon rijke, arm, niet maar uit, gewoon volledig random. Ja, dus dat vind ik wel een hele sterke. Niet in principe was het een goede. Hij had een goed gedachte misschien. Het zat er heel goed in. Het zat een heel goede. Ja, hij had een goede beredenering. Ja, goede beredenering. En dat vind ik leuk, en er zat heel veel comedy in. Ja. Nou, we hebben heel veel echt lachen. Maar ook af en toe dat je zegt, oh, dat er best wel emoties waren, vond ik wel. Het klopt, ja, ook moeilijke momenten. Ja. Maar wat ik mooi vond, is dat hij op een gegeven moment moet hij zijn dochter, hij moet iets opofferen. Voor de Soul Stone, moet iets offeren. Soul Stone trouwens, Red Skull Baby, bam, hij is weer terug hoor. Dat evil bad guy motherfucker uit de nummer 1 stond er gewoon. Ja. Dat je denkt, what the hell is dit? Daar zijn we sterk in. Dus heel goed hoor. Terugkomt. En als we dan terugkomen met dat soort dingen. We hadden een grote dwerg erin zitten. Ja. Die was groter dan iedereen. Dat was Peter Dinklage. Hij zat. Ja, fantastisch. Dat is goed. Fantastisch was dat. Ja, en ik vond gewoon de chemie van de Avengers samen met de Guardians of the Galaxy. Prima. Super. Dat was echt thuis wat zo van. Maar ook Doctor Strange en Tony Stark. Ja, te gek. En ik moest wel lachen. De konijn. Ik heb wel gedacht. Ja, hij heeft de hele tijd een konijn gezegd tegen. Raccoon. We hebben zoveel bestand al gehoord weer vandaag. Ja. Hey? Ja, maar het was gewoon echt. Maar het was geniaal. Thor speelde goed. Maurice gaat volgende week weer. Ja, ik ga woensdag ik weer. Misschien dat ik ze nog wel even ga, want het was een dijk van een film. Ja, ik had niet verwacht dat het zo goed was. Nee, het is echt. En het is super open einde natuurlijk. Super open einde. Ja, dat is echt super. Maar dat was ook bekend. Het zou inderdaad zijn. Je wist dat het kwam. Ja. En dat is ook wel een manier van eindig zo. Ja. En een begin ook. Ja, gelijk. Een begin. Ja. Keihard. Ja. Keihard werd het hele Asgard schip gewoon. De helft weer. De helft. Ja, de helft vermoord. De helft vermoord, zei die ook. Ja. Maar de andere helft gebleven is geen idee, maar de helft is vermoord. Ja. Dus dat is ook wel slim, want daar heeft hij nog power. Als ze allemaal dood zouden zijn geweest, heeft volgens mij Thor geen macht meer. Want dat was vorige keer werd dat verteld, Ragnarok. Volgens mij, dat zijn de kracht lag bij de mensen. Hm. En niet bij Asgard zelf. Mensen in Asgard. Dat zei toen. Ja, maar hij kan ook gewoon heel filosofisch uit de hoek gekomen zijn. Dat kan. Ja, ga ik nu letterlijk vertalen dat daar. Ja, dat was zo werd verteld. Zo eindigde de film. En dan die. Maar ze haalden wel mooi alle films weer bij elkaar. Ja, klopt heel veel. Nee, alles komt weer. De afsluiting is helemaal bij elkaar. Fase, zeker weten. En ik vond nu ook dat de Black Panther verhaal klopte nu wel. Dat die, nu achteraf denk ik, als ik nu deze film goed gezien heb, is wel logisch dat ze hem veel later hebben gedaan. Dat klopt. Ja, want nu zat je nog in die andere film en het sloot heel erg op aan. Ja. Want dat was super battle. Zo, het was een behoorlijk grote battle, zeg. Fantastisch. Ik had op zich gevraagd van laat de rest van de wereld ook mee vechten. Dan hadden misschien een paar tanks aan ingevoerd. Maar je ziet wel heel duidelijk zie je dat ze de Hulk niet in deze film wouden hebben. Eigenlijk. Ja.
Want hij wil, Bruce Banner, die probeert steeds die Hulk op te roepen, ja, maar die wil niet komen. Die is bang geworden voor tennis. Die is bang geworden voor tennis, ja. Ja. Denk, die heeft papa op zijn flikker gehad van tennis, word je bang van. Ja, de Hulk die gewoon elkaar is geslagen. Ja. Dat is ook wel, dat begon het al mee. Ja, en toen kwam hij niet meer. Nee, ik dacht ook niet zo. Ja, raar, maar goed. Ja, dus dat de Hulk is eigenlijk gewoon van zichzelf gewoon agressief vol. Ja. Hij is wel vaker in elkaar geslagen, denk ik. Nou, niet zo ver. Nee. Nou, ik heb mijn Ragnarok nog. Ja, maar het met was de Thor. Elkaar geslagen, dus ja, ik, ja, maar dit, maar. Maar dat was als het een vernedering is waarvoor hij niet komt. Nou, dit geval, maar dit geval had hij wel heel erg goed in elkaar geslagen. Ja. Oké, okay, maar we gaan dit geval. Thanos is ubermachtig. Ja. Ubermachtig. En dat zie je ook als een lappenpoppetje ramt die persoontjes allemaal door elkaar heen. Ja. Behalve aan het einde dan. Ja, op een gegeven moment had hij. Thor is dan toch weer de machtigste die er op dit moment is. Ja, nu wel. Maar toen op een gegeven moment, ja, hij kreeg het terug met die superwapen. Superwapen had hij gekregen. En dan maakt het wel weer even top. Ja. Maar dan ging het is wel zo, als je kijkt naar de slechterikken, waarmee een paar mensen die heel wat klapjes geven aan de goede rikken. Dus ja, het was niet even veel. Nee, het is geen eenzijdige actie was het. Nee. Nee. In het begin was het heel goed. En ik zat wel, heel eerlijk, maar ik zat wel. Op een gegeven moment werd Tony Stark werd in elkaar gerammeld als een lappenpop. Toen dacht ik, die gaan we niet af, maak dit niet af. Ja. Ik had echt niet kapot, niet dood. Ze mogen mama dood. Maar niet Tony Stark. Maar dat weten ze ook. Want anders gaan ze het ook naar de klote helpen. Ja. Maar ik denk dat er veel meer mensen dat hebben. Ja, dat weet ik. Dat weet Marvel ook wel. Dat even de grote personages. Misschien dat hij wel bij die hele reeks niet overleeft. Dat zou kunnen. Maar dat het nog even te vroeg. Ja, een reeks hoeft hij niet te overleven. Nee, als iemand niet doodgaat. Ja. Dat is, ik heb of doodgemaakt worden door een enemy. Of ik kan gewoon in de vergetelheid raken. Ja, oké, maar dat gebeurt niet. Hij ziet er direct voor. Nee, want dat was hem. Oh ja, hij blijft mortel. Nee, ja, maar dat vond ik wel een beetje een vooruitblik voor de toekomst. Dat hij graag een kind wil hebben. Dat werd ook even gezinspeld. Ja, dus dat hij toch. Moet dat dan betekenen dat hij dan een tweede Iron Man wordt worden? Nou ja, dat zou kunnen. Dat want dat werd ook van tegen Peter Parker gezegd bij Jezus Piepjong. Ja, nee, maar dat. Ja, dat vond ik wel, dat nieuwe suit van Spider-Man. Ja. Waar ook gewoon nanotechnologie. Ja, zo exact als het nieuwe pak weer van Tony Stark is. Ja, dat daarom, daar zit wel iets. Ja, hij zei, je bent de Esquire. Dus ja, klopt. Ja, schuld van. Nee, ik vind het gewoon een heel leuk film. We kunnen hier nog heel lang over praten. Dit zou een heel lang filmpje kunnen worden. Ja, alleen doen we niet, want anders zit er niks meer aan. Nee, dus weet je waar ik wel zit twijfelen? Ja. Want ik zou hem graag een 10 willen geven. Zo. Maar een 10 betekent dat de film perfect is. En er bestaat geen film die perfect is. Nee. Dus wat ik ga doen, ik geef hem een 9 plus. Zo. Dat geef ik hem. Zo. Ik houd op een 9. Ja, een 9. En weet je waarvoor ik die plus geef? Ja. Dat doe ik puur omdat Thanos als slechte wik zo goed neergezet is. Ja, dat normaal heb je altijd de goede en de slechte. De slechte is altijd wel een beetje zo neergezet. Zag je in Justice League ook? Dat sloeg helemaal nergens op. Nou, ik vond trouwens bij die andere Avengers dingers die James Spader speelde. Ook goed. De slechtste Avengers film, hè? Is dat, hè? Ja, is de mensen. Ja. Ja, en toch vind ik wel de slechte. James Spader is. Dus daar zijn we sowieso al fan van. Ja. Maar het verhaal rondom Stennis is heel goed. Ja, hij is goed opgebouwd. Ja, ja. Hij heeft een verhaal, hij heeft een missie. Ja, en hij is gewoon uber is hij. Ja, nee, en dat is gewoon. Ja, hij heeft alle elementen kloppen gewoon mee. Alles, het klopt ook allemaal. En het verhaal klopt. Ze hebben duidelijk over deze film nagedacht. Ja, ik vind hem een 9 plus vind ik het zeker waard. Ja, is goed. Nou, de eerste, is het de eerste 9 die we geven? Nee, wel een 9 plus. Ik ben wel mijn eerste 9 plus op het jaar. Ja, dus hoger dan. Maar dan staat het ook met Guardians of the Galaxy heb ik een 9 gegeven, volgens mij. En in Trio Billboards volgens mij ook. Trio Billboards hebben we ook behoorlijk hoog gegeven, maar geen 9 plus. Geen 9 plus? Nee, het is de eerste keer in dit. We zijn nou boven de 9 gekomen. Oeh, we hebben hier een premier. Okay, we gaan nu kappen, anders gaan we door. Wie weet, volgende keer alweer. Topfilms. Tot volgende keer. Doei.